Jezus, ik kom net uit de James Bond film. Spectre. Nou, hij is echt goed, zo goed als ik dacht dat hij was. Mensen zeiden ja, omdat hij zo ongelooflijk goed geregisseerd is, valt hij alleen maar tegen. Maar no way. Hij is in Tanger geweest. Hij is in Rome geweest. Hij is in Tirol geweest, waardoor reclame gemaakt voor Tirol. Spectaculair was de treinscène. Oh, wat hij door de boef bij elkaar geslagen. Maar hij redde het toch. Het werd hij gewoon naar buiten, uit de wagon gesleept. Hij drinkt maar één biertje in Tanger. Dat man heeft ook heel heet. Dan kan hij ook een biertje drinken. Maar gewoon echt, hij neemt heel veel martinis. Zo'n vodka martinis. En nou, die oude mevrouw, die is maar 5 minuten in beeld. Maar het is een spectaculair film. Met het allerleukste scènetje dat die oude man in het steegje rijdt. En dat James Bond er langs moet. Maar die man, die weet van geen wijk. En dan duwt die James Bond hem een stukje. Nou, die rijdt er heel hard. Dat wagentje, die gaat er ook harder draaien. En dan komt hij uiteindelijk in de parkeervak terecht. En gaat zijn airbag ook nog af. Nee, het is een topfilm. Echt heel erg aanradertje. Ik ben heel blij dat ik hem gezien heb. Nu naar de opnames, zo kun je het al zien. Pam, 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 pam.